avond op dag 2 van de kleine lollig quarantaine-quiz. Wij hebben weer een drietal algemene kennisvragen en een vijftal speciale vragen voor jullie uh, in petto. En uh, Ruben, ik zou zeggen, start jij maar met vraag 1 van de algemene kennisvragen. De eerste vraag is: wat is de originele naam voor Lego-steen? Dus uh, wat is de originele naam voor Lego-stenen. Dan heb ik een, een vrij specifieke vraag, maar dat zal niet al te moeilijk zijn. Van een miljoen Lego-stenen, hoeveel worden er daarvan afgekeurd? Dus van een miljoen Lego-stenen, hoeveel worden er daarvan afgekeurd? De derde algemene kennisvraag is: op welke dag wil president Business de macht grijpen? Dus op welke dag wil president Business de macht grijpen? Lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Ik denk dat het wel te doen moet zijn voor, uh, voor iedereen. Dan gaan we nu door naar de wat meer speciale vragen. We gaan namelijk een Lego-thema beschrijven met Lego. Uh, we hebben daar een, een voorbeeldje voor gemaakt, omdat we kunnen, ons kunnen voorstellen dat het niet al te makkelijk is. Uh, niet al te makkelijk is om te begrijpen wat we hiermee bedoelen. Dus we hebben nu in beeld een rockmonster staan. En twee boxers. Nou, een monster en twee boxers of fighters is natuurlijk het thema Monster Fighters. Lijkt me vrij duidelijk. We hebben dus vijf van dit soort vragen bedacht voor jullie. Heel veel succes. Ik ga beginnen met één. Namelijk de volgende die nu in beeld is Central Perk. Welk thema bedoelen wij hiermee? De tweede opdracht is een Legosteentje met Lego hoofjes. Dus welk thema wordt er beschreven door een Lego steentje en Lego hoofjes? Dan ga ik door naar de derde opdracht. Dat is namelijk een blauw vlammetje en drie haaien. Welk thema bedoelen we met een blauw vlammetje en drie haaien? Het vierde thema wat we beschrijven uh, is door middel van een klokje en een boot. Dus welk thema wordt er beschreven door middel van een klokje? en een boot. En dan de laatste voor vanavond. Welk LEGO thema beschrijven wij met het vrijheidsbeeld en die manschaft? Welk LEGO thema kun je ook wel beschrijven met dit LEGO Statue of Liberty vrijheidsbeeld en die Manschaft. Nou, heel veel succes. En wij zien jullie om tien uur met de antwoorden. Tot dan.